Yes mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Het is deze week week 3 van de pushfase. Afgelopen zondag de check-in gestuurd. Ik was er best wel tevreden over hoe de look er allemaal uit is gaan zien deze afgelopen 2 weken. Ook nog zelfs droger aan het worden. Dat is alleen maar goed om te zien. Op het moment ben ik mijn pre-workout maaltijd aan het maken. Ik heb hier 100 gram aan rijstbloemen nou in zitten en dan gaan we nog wat whey-proteïne bij doen. Het is vandaag dinsdag, we hebben een lekkere push-training op de planning staan. De tweede push-training van deze trainingsrotatie, daar heb ik zeker zin in. Even nou de whey-proteïne toevoegen van MaxState natuurlijk. Nog steeds de vegan-proteïne, want dat vind ik ja wel lekker. Nou ook nog zo laag in calorieën zitten, want dat maakt de pap nog dikker. Ik zal even laten zien welke dit precies is. Deze is van MaxState, mijn eigen supplementenmerk. Ja, dit heb ik nou al een aantal jaren en ja, hartstikke blij mee. Smaakt ook lekker, dus als je nog supplementen wil gebruiken die lekker smaakt, give it a try. Gebruik de kortingscode YouTube10 voor 10% korting. Ga ik hier nog even wat zout toevoegen. Waar ligt de zout? Oh, hier ligt de zout. Maar wat ik al zei, een borstgefocuste push training. We gaan in het begin wat meer borst aanpakken. Gaan over naar wat schouderoefeningen en op het einde nog wat tricepsoefeningen. En waarschijnlijk ook nog wat poseren op het einde. Dus ja, kijk zeker uit om te doen. Ik ga deze pre-workout maaltijd even afmaken. Ik ga er wat water bij gieten, wat kokend water. Nog wat banaan erop, nog wat kaneel om het lekker af te maken. En dan, ja, dan zien jullie mij zo in de gym. Voel goed. Alright. We beginnen met de incline press. Voornamelijk aan de bovenkant. Borst targeten. Vind ik zelf altijd wel fijn om als eerste oefening te doen. Vind ik ook de zwaarste oefening. Dus ja, het eerste set gedaan. Nu door naar de tweede. Oh.
Vorige keer had ik de fout gemaakt dat ik mijn handen hier positioneerde, waardoor ik nog meer op mijn voorkant schouder pakte. En als ik hem meer naar beneden toe haalde, voel ik hem nou veel beter op mijn borst. Dus normaal 2 sets cableflies en dan 1 set machineflies. Maar omdat ik deze best wel fijn vind, pak ik gewoon vandaag 3 sets op deze pectoral machine van Panatta. Alright mensen, de training zit erop. Best wel een goede training gehad. Een paar oefeningen die ik niet super fijn vond, maar zullen even erheen gaan. De eerste was de incline press. 2 sets van gedaan. De tweede was de flat press. Die vond ik niet echt heel erg fijn. Dus daar moet ik even een andere oefening voor zoeken. Maar wat ik al in de vorige video's heb gezegd, zijn die zatmachines. Dus gaat zeker goed komen. Daarna doorgaan naar de decline press. Hebben we 3 sets van gedaan. Zeker een van mijn favoriete decline press machines. Daarna doorgaan naar de machine flies. 3 sets van gedaan. Shoulder presses. Daar hebben we 2 sets van gedaan. Side traces op de machine. Die Panatta. Dat is echt mijn nieuwe favoriet voor de zijkantschouders. Die voelde echt super. Daar hadden we 3 sets van gedaan. Boven de 10-12 reps om zoveel mogelijk bloed in die zijkant schouders te pompen. En toen nog 2 triceps oefeningen gedaan, meer pomp oefeningen. Dus zoveel mogelijk bloed ook in die triceps pompen, want die pak je al mee met de pressen. Dus dan hoef je alleen nog maar zoveel mogelijk bloed in te pompen om ze gewoon lekker vol te krijgen. Maar verder, wel een goede training gehad. Afgelopen zondag mijn check-in gestuurd naar de coach toe. Het zag er allemaal verder goed uit. Geen aanpassingen voor deze week. Hij had wel gezegd dat ik morgen een nieuwe check-in moest sturen. Dus normaal doe ik hem om de week. Maar hij zei over 3 dagen weer een check-in. Dus vandaag is dinsdag, morgen weer een check-in sturen. Waarschijnlijk gaat dan het eten omhoog. Dan zien jullie de aanpassingen van deze week zeker nog voorbij komen op de video die donderdag of vrijdag gemaakt wordt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hij zei ook dat de look nog zelfs droger aan het worden is. Terwijl we het eten omhoog hebben gegooid. Dus dat is ook wel een goed teken. Want we willen zo droog mogelijk blijven in deze pushfase om deze
pushfase ook zo lang mogelijk uit te rekken. Daar was ik zeker blij mee om te horen. Nu ga ik lekker naar de auto toe, ga ik mijn postmeal pakken. Ik heb vandaag bij de 100 gram aan cornflakes en de 35 gram aan whey proteïne. Ik heb best wel honger na zo'n training, dus dit is het voor vandaag. Als je de video leuk vond, geef vooral een like of help het kanaal en deze video enorm. Als je vragen hebt over de training of over de pushfase, laat me vooral weten in de comments. En abonneer je zeker op het kanaal, want er komt nog zat leuke content aan. En dan zien jullie mij weer de volgende keer.